samenwerking belast met grote steden over de spoorlijn Adenkerke-Duinkerke. Meneer Van Dalen, u hebt het woord. Het is overal nu dat we zitten, dus ik weet het niet. Dank u, voorzitter. Noord-Frankrijk, nu minister, Noord-Frankrijk investeert sterk in infrastructuur en mobiliteit. In oktober 2014 wordt de vernieuwde spoorlijn tussen Calais en Duinkerke in gebruik genomen en het aantal verbindingen per dag verhoogt dan van 9 naar 22 treinen. Nu, die investeringen bieden perspectieven ook voor ons land. Vlotte verbindingen met de buurlanden zijn belangrijk voor het sociale, economische en culturele verkeer. Het historische traject van de vernieuwde spoorlijn loopt door naar Adenkerke, waar het aansluit op spoorlijn 73. De communauté Urbain de Duinkerque bestaat uit 18 gemeenten en ijvert voor een snelle verbinding tussen de cluster Boulogne-Calais-Duinkerke en Vlaanderen via de Adenkerke. Gisteren nog, meneer de minister, protesteerde men aan Franse zijde tegen de geplande verwijdering van de bestaande sporen en wissels. En ook aan Vlaamse kant verzet het actiecomité Trekhaak 73 en Treintrambus zich daartegen. Het opnieuw in gebruik nemen van de grensoverschrijdende verbinding zou bijzonder interessant zijn, zeker omdat die naadloos aansluit met het kustramnetwerk enerzijds en met een rechtstreekse trein naar Gent, Brussel, Antwerpen. Dat het wel degelijk kan om oude lijnen te heropenen, werd eind 2013 bewezen toen België en Frankrijk een akkoord sloten over de heropening van de goederenspoorlijn Bergen-Valenciennes. Vandaar mijn vraag, meneer de minister. Is de minister bereid, is de regering bereid, ervoor te ijveren dat de spoorlijn Adenkerke-Duinkerke opnieuw in gebruik wordt genomen? Dank u, meneer Van Dalen. Het is meneer Van der Lanotte die namens meneer Labille zal antwoorden. Dank u wel, meneer de voorzitter, waarde collega's. Ik antwoord inderdaad wat meneer Labille hier geschreven heeft. Ik wil daar kort nog mijn eigen aan toevoegen. Dus de spoorweglijn Dixmuiden-De Panne, de lijn 73, wordt op dit moment als proeflijn voor de uitrusting van ETC level 2, dat is dus de veiligheidswerken, wordt daarvoor gebruikt. En dat betekent dat de infrastructuur in de zone rond De Panne vereenvoudigd wordt met een aangepaste spreiding van de seinen. Naar aanleiding van die modernisering worden een aantal niet gebruikte sporen, enkele honderden meters ongebruikte sporen, verwijderd. Samen met inderdaad de sporen van het reeds buiten dienst gestelde baanvak tussen De Panne en de Franse grens. De minister zegt dat hij aan de NMBS en aan Infrabel zal vragen dat ze hun analyse over deze lijn nakijken. Dat is het engagement dat hij neemt. Persoonlijk denk ik dat we inderdaad daar moeten op aandringen dat men dat goed bekijkt. Ik heb uit de reactie die ik in de krant gelezen heb van Infrabel gezegd dat wanneer er een vraag zou zijn voor een verbinding vanuit Frankrijk, dat ze dat gerust willen herbekijken. Waarbij ze mij de indruk geven, maar ik durf u dat niet voor waarheid zeggen, dat sowieso als de lijn opnieuw zou geopend worden, ze sowieso de lijn moeten hernieuwen. Dat stond zo in de krant, meer heb ik daar ook niet van. Maar dus, meneer minister Labille zegt, ik zal over deze lijn vragen dat ze analyse nakijken. En wat dat betreft kan ik alleen maar zeggen dat ik het ook steun dat men dat heel goed zou analyseren. Dank u, meneer Van der Lanotte. Meneer Van Dalen, u kan repliceren. Dank u wel, meneer de minister. Het verbaast me inderdaad niets. U kent het dossier ook. Het verbaast me niets dat u daar ook belangstelling voor hebt. En ik hoop inderdaad dat uw collega en dat de regering bereid is om dat opnieuw te bekijken. En misschien kan er inderdaad vanuit Frankrijk ook een vraag komen waar dan op geantwoord moet worden. Het incident is gesloten. L'ordre du jour est la question orale de madame Cécile Thibault au ministre du Budget et de Simplification Administrative sur...